De Bond van Cannabisgebruikers, We Smoke uit Terneuzen, is een burgerinitiatief gestart tegen de wietpas. Sinds 1 mei kunnen alleen mensen die geregistreerd zijn nog softdrugs kopen in Zeeuwse coffeeshops. Als de Bond 40.000 handtekeningen ophaalt, komt het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer. We Smoke zegt dat de wietpas de vrijheid van mensen beperkt en dat die discrimineert, omdat alleen mensen die in Nederland wonen softdrugs kunnen kopen. De Tweede Kamer debatteert vandaag weer over de Hedwiegepolder. Staatssecretaris Henk Bleker zal zijn voorstel verdedigen om 1/3 van de polder onder water te zetten en gebieden bij Rittem en Bad. In de Scheldeverdragen met Vlaanderen staat dat de hele Hedwiegepolder onder water gaat, maar Bleker wil dat voorkomen. De ontpoldering is bedoeld om natuur te compenseren die verloren ging bij de verdieping van de Westerschelde. De provincie gaat snijden in de subsidie van verschillende instanties in Zeeland. Onder andere Scoop, SCES, het Zeeuws Museum, de Zeeuwse Bibliotheek en Omroep Zeeland worden getroffen door deze bezuinigingen. Het Zeeuws Museum gaat van 1,8 miljoen naar 1,6 miljoen in de komende jaren. En dat zal consequenties hebben voor de exposities in het museum. Heeft u tips? Bel ons of mail